En welkom bij een nieuwe video. Ik ben Jorike, voor degenen die mij nog niet kennen. En ik upload elke woensdag video's in het kader van mijn persoonlijke ontwikkeling en dingen waar ik blij en gelukkig van word. Wil je daar meer over weten, kijk dan vooral verder op mijn kanaal of klik even hierboven op de link voor meer informatie. En voor degenen die mij kennen of mij al langer volgen, die weten wellicht dat wij bezig zijn met een nieuw huis. Wij hebben op dit moment een huurwoning, of wij wonen. Wat je nu ziet is een huurwoning. Wij hebben ons huis verkocht, ons vorige huis. Wij moesten daar wat eerder uit dan dat we in een nieuwe huis konden intrekken. Dus vandaar dat wij in deze huurwoning nu zitten. En eigenlijk afwachten totdat ons nieuwe huis klaar is. En ik dacht dat het wel leuk was om daarover ook iets te delen met jullie. Dus dat is deze video waar je nu naar kijkt. Ik ga jullie wat laten zien van een kijkdag van op dit moment ongeveer een maand geleden. Dus het zijn wel wat oudere beelden, maar ik heb toen wel videoopnames gemaakt. En ik dacht dat is wel leuk, zodat je in elk geval vast een beetje een beeld krijgt van hoe ons nieuwe huis eruit ziet. Die beelden laat ik zo meteen zien. En je zult zien dat er nog geen muren staan, dat de elektra nog aangelegd moet worden. En dat het dus eigenlijk nog een heel kaal huis is. Maar juist omdat dat iets is wat je normaal niet ziet, vond ik het wel erg leuk om het te delen. En ik zal ook een aantal foto's inmonteren van een later moment. Dus als je iets meer al in beeld krijgt, nou ja, hoe het eruit komt te zien. Ik deel dit met jullie omdat het een van de dingen is waar ik op dit moment blij van word. En zeg maar een klein geluksmoment is voor mij op het moment dat wij daar weer heen gaan. Dat we daar weer gaan kijken en dat we de vorderingen zien. Dus ik vond het erg leuk om dat dan ook met jullie te delen. Mocht je het leuk vinden om vaker kleine geluksmomentjes te zien of kleine dingen waar ik blij van word die ik vastleg, volg me dan ook op Instagram. @puur_jorike is mijn Instagram account. En die is openbaar, dus mocht je dat leuk vinden, dan kun je me daar volgen. En vind je het leuk om wat van ons huis te zien, kijk dan vooral verder. Die komt dan straks daar te staan, hè? Die komt daar te staan. Ja. Ja, die komt daar. Sorry, verkeerd inderdaad. En die gaten zitten er al. Dat is allemaal voor de vloerverwarming, toch? Ja, blauw is heen. Oh nee, rood is heen, blauw is terug. Dus warm en koud. Ja, dat. Zo, dat waren de beelden van ons huis, of wat ons huis gaat worden. Want dat is natuurlijk nogal kaal nu, maar dat heb je net gezien. En ik ben gewoon erg benieuwd wat het gaat worden. En ik heb er helemaal zin in om daar straks een heel mooi, fijn nieuwe plek van te kunnen maken voor ons als gezinnetje. En dat we dat leuk kunnen aankleden en gewoon daar helemaal wat leuks van maken en lekker wat huiselijks. Daar was ik wel blij van. Maar dat gaat natuurlijk nog een hele tijd duren voordat dat echt klaar is en voordat we het echt kunnen inrichten. De verwachting is nu dat het eind dit jaar ongeveer zal worden opgeleverd. En dan verwachten wij na een maand of anderhalf, twee denk ik ongeveer, het weer te gaan verhuizen. Dus waarschijnlijk begin volgend jaar
is het af en kun, of is het af, maar is het bewoonbaar en kunnen we het gaan betrekken. En zo nu en dan zal ik hierover ook wat laten zien aan jullie. En zal ik jullie meenemen in het inrichten, maar ook het, het verbouwen is het niet echt, maar het aankleden, zeg maar. Want het huis wordt natuurlijk helemaal kaal opgeleverd. Gewoon behangklaar, zeg maar, de muren en de vloer is natuurlijk kaal. Er zit al wel een badkamer in op het moment dat het opgeleverd was. En ook het toilet is aangelegd dan en betegeld en dergelijke. Dus dat is helemaal af. Maar de keuken moet nog geplaatst worden. En voordat de keuken geplaatst kan worden, moeten de wanden nog gedaan worden. En dan willen wij net als wij in ons vorige huis hadden, willen we daar graag glasvezelbehang op hebben. En gaan we dat schilderen. En zal er op de vloer een PVC gelegd worden. In verband met de vloerverwarming. En de PVC-vloer hebben we al uitgekozen en die is ook al besteld. Dus dat is heel fijn. En als dat zover is, dan kan de keuken geplaatst worden. En dan kunnen we ook zo langzamerhand gaan zorgen dat we gaan verhuizen. Dus ja, superleuk. Hele fijne vooruitzichten. Maar wel iets waar we nog druk mee gaan worden. Maar wel op een leuke manier. Dus daarin zal ik jullie ook in de komende maanden meenemen. Dus vind je dat leuk? Wil je dat volgen? Abonneer dan gratis op mijn kanaal. Dat kan door hieronder op de video, onder de video te klikken bedoel ik. Of op de button die hier zo gaat verschijnen. En je kunt me dus ook volgen op Instagram. Daar zal ik ook zo nu en dan wat delen. Mocht je dat leuk vinden, doe dat dan vooral. En vond je het een leuke video, doe dan even een duimpje omhoog. Alvast heel erg bedankt daarvoor. En dan zou ik zeggen, tot de volgende. Doeg!